wat moeten we verwachten van deze match? Als je het zo ziet, Brussels, zeer goede organisatie, scoren moeilijk. En Gent, ja, is ook gehandicapt. Valt er te vrezen, logischerwijs, dat het een zeer gesloten wedstrijd wordt met weinig doelpunten, weinig hoogtepunten. Gille weer vrijgelaten, Čulek stapt uit. En De Beulen gaat lopen, goed gelopen van De Beulen, wringt zich voorbij Zanzan. Is er nu voorbij dan? De voorzet, Nes, nog net één hand. En dan Grégoire niet, mag het nog eens proberen, Christophe Grégoire. En dan twee keer Kolpaert in de weg, Steve Kolpaert, nog een keer, nog niet gedaan. En nu is het gevaar wel geweken. Veel dichter dan dit is Agen nog niet bij een goal geweest. Ze waren er heel dichtbij. Nijs met het handje. Grégoire doet het goed. Kolpaert voor het eerst met de kop. Tweede keer. Schitterend werk van Steve Kolpaert in dekking bij zijn keeper. Goeie actie van Gent. Goeie bal van Gillet naar De Beulen. Goeie voorzet. En Kolpaert, ja, het is een hele goeie. Norius krijgt hem nog tot bij Neva. Meteen de voorzet, waait naar de goal en dan Bangura is erbij en dan is hij binnen. Nee, gefloten voor een overtreding op Frederik Herpoel. Dat willen we nog wel eens bezien. Ik denk het wel, zegt Vermeers. Zegt Vermeers, maar bal lang onderweg, keeper staat al, spits komt aangesprongen, daar is niks aan. Nee, voor mij is er ook niks aan. En is het een doelpunt? Nee, misschien net niet, ja. Nog gered door Gillet. Maar het is gewoon het winnen van het duel van Bangura tegen Herpoel. Zoltan Pitu gooit hem voor de goal laag. Iedereen ernaast. Glorieus houdt hem laag en dan binnen. Jawel. Geen buitenspel. Ik keek meteen ook even naar de grensrechter, maar geen buitenspel. En het is 1-0 voor Brussels. Het doelpunt van Bangura. Zijn eerste doelpunt voor Brussels dit seizoen. Zat ook vrij goed in de wedstrijd. Trok de ballen aan. En hij blijft heel rustig zitten. De voorzitter Johan Vermeers. Slecht weggewerkt door Petter Rudy. En dan inderdaad geen buitenspel. En goed gedevieerd. Schot laag gehouden. Bangura even de voet er tegen. Met wat geluk dat hij nog binnen het kader is. Want voor hetzelfde geld gaat hij ernaast. Ja, Herpoel zou erbij geweest zijn. Te laat uitstappen van Christophe Grégoire. Iets meer gedrevenheid bij de spelers van Gent. Gaan meteen ook wat hoger staan. En een goede kans voor Asofeifa om meteen gelijk te maken. Weer zo'n bal, knap afgelegd, kantje te hoor, altijd met de handen in de mouwen. Zevlakov, Rudy, brengt hem nog eens voor, Sandy Martens, en de vuist van Nijs, en dan de goal van Stoica, ja ja. Eén flits is genoeg, hebben we gezegd, en de Roemeense vloek erachteraan van Alin Stoica. En zo wordt het op de valreep toch nog 1-1. Niet 2-0 zoals daar staat, maar wel 1-1. En ontgoocheling bij Albert Cartier. Dan kunnen we de conclusies wegvegen. En ook ontgoocheling bij Vermeers. De eerste keer dat Patrick Nijs een bal raakt in de tweede helft. Raak je maar half. Sandy Martens goed overgestoken. Brengt hem voor. Nijs durft hem niet te pakken. En Stoica enig mooi binnengetrapt. Was ook moeilijk hè? Voor Nijs om hem te pakken, vind je niet? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ja. Maar daar nog eens kijken aan de overkant. Herpoel. Hij zo na de 2-1. En Herpoel geraakt aan het hoofd. Jawel. Wel degelijk. Riskeerde lijf en leden en Gorius kwam aangevlogen. Wou natuurlijk die 2-1 maken. Maar het zal meevallen. Als je echt geraakt bent, dan blijf je roerloos liggen. Dan ligt daar te spartelen. Rudy trappen uit de tweede lijn. Nog een schot van Gent. Zit het venijn voor Brussels dan helemaal in de staat. Er komt nog een hoekschop. En die Ndiaye. Buitenspel. Of het is gedaan. Het is afgelopen. De wedstrijd eindigt uiteindelijk op een 1-1 gelijkspel. Brussels was er zo dichtbij. En George Lekens is woedend. Op Jordes. Wilde nog laten doorspelen. Er is nog een halve minuut te spelen, officieel. Een minuut 30 maar overgespeeld, waren er 2 minuten aangegeven. Hij heeft gelijk ook. En dan komt er een kantje voor Gent misschien nog aan. En dan fluit Jordes af. Iedereen tevreden met het gelijkspel. En een hele kwaaie George Lekens.